heeft even geduurd, maar papa en mama, doe maar wat, ze worden eindelijk ouders. Zo'n verkeringstijd en het begin van een huwelijk, dat vraagt natuurlijk heel veel. En ze zijn heel verstandig geweest en ze hebben even gewacht. Maar mama is zwanger en we gaan de kleine haken. Ik heb hiervoor twee bolletjes Rainbow van Hobby. 100% natural cotton. 8-8 quality. Dat heeft met de dikte van de draad te maken. Het is, kun je het lezen? 75 meter op 50 gram. En haaknaald 3,5-4. En omdat het een knuffeltje wordt die gevuld gaat worden, haak ik hem met 3,5. Zodat hij behoorlijk strak komt te zitten. Dat de vulling er niet uitvloept. 40 graden mag hij gewassen worden, want het is een kleurtje. Licht strijken, niet bleken en niet in de droger. Ik weet het. Haha, iedereen heeft het me verteld en nu moet ik het dus niet meer vergeten. Hè? Maar goed, deze ga ik dus gebruiken. En ik heb twee kleuren gepakt, maar doe wat jij wil met het garen wat jij hebt liggen. En denk erom, het is de familie, doe maar wat. Dus foutjes, helemaal niet erg. Doe maar wat. Nou, voor het begin maken we een magische lus. Je mag ook 4 losse haken en die dan sluiten met een halve vaste. Dat mag ook. Maar ik vind het leuk om met een magische ring te beginnen. Dus, een magische ring. Ik heb daar apart een tutorial voor. Dus als je die niet kent en je wilt hem leren, ga naar die tutorial. En anders doe je het op deze manier. 4 lossen en sluiten tot een ringetje. Nou, als je dat ringetje hebt, of je magische ring, dan doe je 1 losse en in de ring haak je 6 vaste. En als je die 4 lossen hebt als begin, dan even denken, haak over je staartje heen, zodat je het cirkeltje straks mooi aan kunt trekken. Maar 6 vaste. Dit is 2. En 3. En 4. 5. En 6. En dan sluit je door voorzichtig aan het staartje te trekken. Zo. En we gaan in doorlopende ronde haken, zodat je niet ziet dat de ronde gesloten is. Dus de tweede ronde krijgt iedere vaste 2 vaste, zodat we op 12 uitkomen. En de eerste vaste die je maakt, daar zet je een merktekentje in, zodat je weet dat was de eerste. Dus in de eerste vaste je eerste vaste haken en daar zet je je merkje in. En gebruik daarvoor wat jij voor handen hebt. Een schuifspeld, een paperclip, zo'n steekmarkeerder, wat je hebt. In diezelfde steek haak je er nog één. Dan heb je er 2. En zo krijgt iedere vaste 2 vaste. En dan zou je bij 12 uit moeten komen als je ze allemaal telt. Dit is 4 in de volgende. 5 en 6, 7, 8, 9 en 10. En in de steek voor je markeerder, je laatste steek die je hebt, daar komt 11 en 12. En dan heb je 2 ronden gedaan. 1, 11. En dit is 2 voor 12. En dan is deze ronde klaar. En ik zeg al, foutjes maken. Wow. Mijn Easy Start plakt aan mijn hand. Ik haal hem er even af als dat lukt.
Ja, zo. Dat scheelt weer. Wel makkelijk zo'n easy start, want je krijgt het draadje zo uit het midden van je bol. Ideaal. Maar goed, 2 rondes klaar. Ik heb even een glas drinken ingeschonken. Het is zo warm. Moet veel blijven drinken, hè? Dus zo. Neem ik zo meteen weer even een slokje. De derde ronde. De steekmarkeerder mag er even uit. En nu doen we 1 gewone vaste. En in de steek erna 2 vaste. Dus eerst 1 gewone. En dat is weer de eerste van de ronde. Dus daar mag de steekmarkeerder in terug. Dan weet je dat daar je ronde weer begint. En dan 2 vaste in de volgende. 1 en 2. En dat doe je rondom. De volgende steek 1 vaste en die erna 2. 1 en 2. 1 vaste in de volgende en die erna 2. 1 en 2. Nou, doe dit rondom. Dan eindig je met 2 vaste in je laatste steek. Ronde 4. Steekmarkeerde er weer even uit. En nu doen we 2 gewone vaste. En dan 2 in 1 steek. Dus dit is de eerste. En daar zet ik mijn steekmarkeerde weer in terug. Dit is 1 dan. En de volgende wordt nummer 2. En dan 2 in 1 steek. 1. 2. 2 gewone vaste. 1. En in de volgende de tweede. En dan weer 2 in 1 steek. 1. En 2. Nou, doe dit helemaal rond. Zie ik je daar weer. Ronde 5. Steekmarkeerder eruit. We doen nu 3 gewone vaste. En dan 2 in 1 steek. Dus dit is de eerste van de ronde. Steekmarkeerder er weer in. Oh, sorry. En dan de tweede, de derde, en dan weer 2 in 1 steek. 1 en 2. 3 vast op een rijtje. 1, 2, 3 en dan weer 2 in 1 steek. 1 en 2. Dus doe dat helemaal rond. 3 vast op een rij en 2 in 1 steek. 3 vast op een rij, 2 in 1 steek. Zie ik je hier aan het begin weer. Ronde nummer 6. 4 vaste op een rij en dan 2 in 1 steek. Dit is de eerste van de ronde. Steekmarkeerde erin terug. En dan nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. En dan 2 in 1 steek. 1. En 2. En nog een keer. 4 op een rij. 1. 2. 3. En 4. En in de volgende steek 2. 1. En 2. Nou, ga zo rond. Zie ik je daar weer. Na de volgende ronde gaan we iets
anders doen. Ik haal even mijn steekmarkeerder eruit. En we gaan deze ronde geen twee steken in één steek doen. Geen meerderingen. We gaan één steek in één steek doen. Maar dan in de achterste lus. Je hebt hier die V'tjes bovenop zitten. Hè? Dan steek je in de achterste lus van die V in. Hier heb je het voorste lusje. En daar zit het achterste lusje. En dan steek je in de achterste lus in. En daar maak je een vaste. En omdat dit de eerste is, zet ik daar mijn steekmarkeerder weer in terug. En nu zonder te meerderen, dus iedere steek krijgt één steek, ga je helemaal rond. In de achterste lus en dan zie je een riggeltje ontstaan. Wel netjes insteken. Zo. Zie je dat? Zie je een riggeltje? Hier zit het riggeltje. Zal te zien, hè? Nou, ga zo helemaal rond. Tot je laatste steek. Zie ik je daar weer terug. Nou, ik heb mijn laatste vaste in de achterste lus gedaan. En dan gaan we nu weer meerderen. We doen 8 gewone vasten. En dan die meerdering van 2 in 1 steek. En je steekt nu weer gewoon in de vaste in. Dus weer onder 2 lussen. Dit is de eerste. Daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. Dat was 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En dan 2 in 1 steek. 1 en 2. Dus 8 gewone vasten en dan 2 in 1 steek. Doe dat helemaal rond totdat je weer hier bent. Nou, ik ben rond en dan doen we weer 1 ronde met gewoon 1 vaste in 1 vaste. Dus geen meerdering. De eerste, mijn steekmarkeer erin terug. Zo. En dan helemaal rond 1 vaste in 1 vaste. Gewoon 1 vaste in 1 vaste. En dat helemaal rond. Zie ik je daar weer. Gaan we nu 9 vaste doen. En dan 2 in 1 steek. Dit is de eerste. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. 8 en 9 en dan 2 in 1 steek. 1 en 2. Nou, dit rond doen. 9 vaste op een rij en dan 2 in 1 steek. 9 vaste op een rij, 2 in 1 steek. Zie ik je daar weer. Nou, en na deze meerderronde doen we weer 1 ronde zonder meerderingen. Dus 1 vaste in 1 steek. Dus de eerste. En dan helemaal rondom 1 vaste in 1 steek.
gewoon heel makkelijk. Eén vaste in één steek. Zie ik je daar weer. Nou, dan gaan we nog één keer zo'n meerder ronde doen. We doen nu 10 vaste en dan 2 in één steek. Dus dit is de eerste weer. En dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En dan 2 in één steek. 1 en 2. Dus 10 vaste en dan 2 in één steek. Helemaal rond. Nou, die laatste meerder ronde heb ik gedaan. En dan ga ik nu 10 ronden zonder meerderingen doen. Dus dit is de eerste steek. En dan 10 rondes zonder meerderingen. En je weet het, doe je er 9 of doe je er 12 of doe maar wat. Ik doe er 10. En ik ga ze turven, zo iedere keer als ik een ronde af heb, zet ik een streepje en weer een streepje zo. Totdat ik er 10 heb. En doe wat jij wil. Je kunt over kleur wisselen, kijk maar. Misschien heb je gemêleerd garen, kan ook. Ik ga 10 rondes haken. Zonder meerderingen. En dan kom ik weer bij je terug. Dus gewoon rond. Iedere keer in je eerste steek zet je je steekmarkeerder weer terug. Als je het niet vergeet. Maakt het leven een stuk makkelijker, vind ik. En anders, zo nauw komt het nou ook weer niet. Het is baby, doe maar wat. Dus dat moet kunnen. Ik ga 10 rondes haken. En dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb mijn 10 ronden met gewoon vaste gedaan. En ik heb een andere haaknaald gepakt. Het is wel een 3,5. Maar die Addy swing die ik had, die begon te trekken. Hij ging stuk. Dus daar ben ik minder blij mee. Maar ik heb nu de Clover Amour en daar ga ik gewoon mee verder. Even de steekmarkeerder eruit. En nu ga ik hem kleiner maken. Een beetje dicht maken. Nou, hoe wil ik dat doen? Ik haak 4 gewone vaste. Dit is 1. En in die eerste zet ik weer mijn steekmarkeerder terug, zodat ik weet, dit is het begin van de ronde. Dan 2. 3. En 4. En dan 2 vaste samen haken. Ik ga... Je kunt het op heel veel ingewikkelde, moeilijke manieren doen, dat het onzichtbaar wordt en zo. Maar bij de familie doe maar wat, hoeft dat niet. Doe maar wat. 2 vaste samenhaken. In de volgende vaste haal je een lus op en die laat je op je haaknaald staan. En de volgende vaste een lus ophalen en die laat je op je haaknaald staan. Dan sla je om en je gaat in één keer onder die 3 lussen door. Zo. Dan heb je de 2 samengehaakt. Dan doe je weer 4 vaste achter elkaar. Dus de volgende is nummer 1. De volgende nummer 2. Dan nummer 3. En dan de 4e. En dan haak je weer 2 vaste samen. Dus in de volgende vaste je lus ophalen. In die erna je lus ophalen. En dan in één keer onder alle 3 de lussen door. En zo ga je rond. 4 vaste. 1. 2. 3. En 4. En dan weer 2 samenhaken.
dan zie je dat hij naar binnen gaat lopen. Een beetje. Nou, doe dit helemaal rond. En dan zie ik je hier weer terug. Nou, ik ben geëindigd met twee vaste samenhaken. Maar is dat bij jou niet dat je ergens een foutje hebt gemaakt? Maak je niet druk. Dat mag. Echt waar. Niet te moeilijk doen. Als je eindigt met twee vaste samenhaken, dan is het gewoon goed. En of je hier dan vier steken of drie of twee hebt, dat maakt niet uit. Als je eindigt met twee vaste, want anders dan heb je hier weer een te lang stukje tussen je samenhaken. Dus als je eindigt met twee vaste samenhaken, doe je het goed. Haal ik mijn steekmarkeer eruit. En nu ga ik drie vaste haken en dan twee samenhaken. Dus dit is de eerste. Daar zet ik hem in terug. Dat is 1. En 2. En 3. En dan 2 vaste samenhaken. Eén. Twee. 3 en 2 vaste samenhaken. En Doris ligt ervan te snurken. Nou, dit doe je weer helemaal rond. 3 gewone vaste en dan 2 samenhaken. Nou, de volgende ronde. 2 gewone vaste en dan 2 samenhaken. Dit is de eerste. Ja, daar komt Chrissy ook nog even kijken. Dit is de tweede. Wat gezellig hier zeg. Ik had alvast 4 beveel neergelegd. En oh, oh, oh. Nou, en nu 2 samenhaken. 1 en 2. En dan weer 2 gewone vaste. 1. En 2. En dan weer 2 samenhaken. En zo ga je rond. Dus 2 gewone vaste, 2 samenhaken. 2 gewone vaste, 2 samenhaken. En hoe je hier dan op het eind uitkomt, dat maakt niet zoveel uit, hè. Echt niet. Doe maar wat. Nou, dan gaan we nog 1 keer zo minderen, recht achter elkaar. 1 gewone vaste en dan 2 samenhaken. Dus dit is de eerste gewone vaste. Steekmarkeer het erin terug. En dan 2 samenhaken. 1 en 2 lussen opgehaald. En in 1 keer eronder door. 1 gewone vaste. En 2 samenhaken. 1. En 2. 1 gewone vaste. En volgens mij heb ik ergens een fout gemaakt en het maakt echt helemaal niet uit. 2 samenhaken. Dus hier, doe maar wat. Moet kunnen. Foutjes, altijd goed. 1 gewone vaste. En 2 samenhaken. Nou, ga zo rond. Zie ik je aan het eind weer. Kijk, zie, ik zei al dat ik een fout had gemaakt, want als ik het helemaal goed had gedaan, was ik geëindigd met 2 vaste samenhaken. En dat is niet zo. Ik heb nog 1 steek over. Nou, die ene kan ik niet samenhaken. Dus ik doe daar er gewoon 1 in. Niet te moeilijk doen. Hoppakee. Zo. En dan haal ik even mijn lus omhoog. Mijn steekmarkeer eruit en die zet ik in de lus. Want ik ga alvast de buik vullen. Want nu is het nog een groot gat waar ik makkelijk bij kan. Dus ik heb hier een oud kussen en daar zit fiberveel in. Moet je kijken, dat is echt super handig. Zie je? Fiberveel. Die zit erin. Dus die ga ik erin stoppen. En gebruik wat jij aan vulling wil. Fiberveel van die vierkante oude, ja, hoe noem je dat spul? Kussenvulling, weet je wel. Dat kan er gewoon allemaal in.
En wil jij een harde knuffel, dan doe je er heel veel in. Wil je juist een zachte, kneedbare knuffel, dan doe je er weinig in. En wil je er tussenin, dan doe je er tussenin in. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Gewoon vullen. Zo, stop erin. Kijk, dan heb je dit. De bodem, daar blijft hij bij mij op staan. Ik hoop bij jou ook. Vind ik leuk. Ga ik nog één keer samenhaken. Nog één keer en dan alle steken. Geen gewone vaste er meer tussen, maar alle steken samenhaken. Yes. Haaknaald er weer op. En dat kan vrij lastig worden hoor, omdat die vulling erin zit. Maar er is een trucje voor. Je houdt je vinger zo tussen de vulling en je haakwerk in. Zo. En dan steek je tegen je vinger aan om een lus op te halen. Zie je? Tegen je vinger aansteken en je haalt de lus op. Dan trek je de vulling niet mee naar buiten. En nog een keer een lus ophalen. En in één keer erdoor. En dan is dat mijn eerste steek. Daar gaat mijn steekmarkeerder in. En als ik daar dan weer ben, heb ik mijn ronde klaar. Dus vulling een beetje opzij. Vinger tegen de steken aan. Goed opletten dat je niet per ongeluk hierin steekt. De steek die je al gehad hebt. Dat is een open gat, dat trekt. Maar je moet echt de volgende ongebruikte steek hebben. En daar haal je dan een lus op. En de volgende haal je een lus op. En dan in één keer eronder door. En zo ga je rond. Vinger tussen je haakwerk en de vulling. Je wijsvinger, zodat je je vulling niet meehaakt. Dan blijft hij mooi in de baby. Zo. Nou, doe dit helemaal rond. Zie ik je weer terug. Ik zei net al in de vorige ronde dat mijn minderingen niet uitkwamen. En nu weer niet. Hè. Ik heb 3 steken. 1, 2, 3. Voordat ik weer bij het begin ben. En nu kan ik 2 samen haken en 1 gewoon doen. Maar ik kan er ook voor kiezen om er 3 samen te haken. En dat wil ik gaan doen. En dat is gewoon een keuze die je maakt. Dat maakt helemaal niks uit. Maar ik wil dat graag. Dus kijk maar hoe jij dat dan oplost als bij jou het stekenaantal ook niet helemaal meer uitkomt. Doordat je ergens iets anders gedaan hebt dan ik. Want ik wil het eigenlijk geen foutje noemen, want bij Doe Maar Wattessen zijn geen foutjes. Kijk, 3 keer een lus opgehaald en dan ga ik er in 1 keer onderdoor. 1, 2, 3 en de laatste lus. Zo, en dan heb ik hier nu nog een piepklein gaatje zitten. Zie je dat? En dan ga ik eerst een ronde gewoon vaste erop haken. Dan daarna een beetje vulling erbij doen. Dus nu zonder meerdere of mindere 1 ronde met vaste. En dat is een gepriegel. Even strak aantrekken zo. Weer je vinger als barrière tussen de vulling en je haakwerk. En dan 1 vaste. Steekmarkeerder in die eerste vaste. Volgende steek zoeken. Twee. De volgende. Is 3. De volgende. Is bij mij nummer 4. Hier nummer 5. Nummer 6. Oh, ik heb er dan 8. Kijk, hier is nummer 7.
En nog één. Dan ben ik rond, want dan ben ik weer bij mijn steekmarkeerder. En dat zijn dan 8 steken. Zo, 8. Ja. Steekmarkeerder eruit. Die in mijn lus. En dan heb ik hier nu nog een heel klein gaatje. En als je wil, kun je daar nog vulling bij stoppen. Hoeft niet, alleen als je wil. Ik vind hem leuk, een baby. Lekker kneedbaar, zacht. Niet te hard. Maar wat jij wil. Vul er doorvulling bij als hij nog vaster moet. En anders laat je hem lekker zo. Ja, lus weer op mijn haaknaald. En we gaan nu meerdere. Maar ik wil ook met een nieuwe kleur beginnen. Want ik had 2 van die bolle kleurtjes, hè. In het begin heb ik die laten zien. De rainbow. En dit is, ja, meer, ja, ik weet het niet. Lentegroen. Dit is mintgroen. En dit is lentegroen. Dus, ja, vind ik leuk. Je kunt dat op een hele nette manier doen. En ingewikkeld. En noem maar op. En daar heb ik geen zin in. Ik doe het op de makkelijke manier. Ik steek in de volgende steek in. Ik haal mijn lus op. Zo, 2 lussen op mijn haaknaald. Dan knip ik de ene kleur af. Zo, die leg ik opzij. En hoera voor de easy start. Ah, is zo makkelijk. Ik kan gewoon vanuit het midden beginnen. Ik pak even wat garen. Zo. En de vaste, die maak ik dus af met mijn nieuwe kleur. En als je het echt heel mooi had willen doen, dan had je dat bij de vorige steek moeten doen, zodat die bla 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 bla. Ik leg een knoopje erin, die 2 staartjes. Labeltje eraf, zo. Even voorzichtig. Knoopje. Nog een knoopje. Dat laat niet meer los. Dan die staartjes, die frummel ik dan een beetje naar binnen. Zo. En dan moet ik niet vergeten, in die steek die ik net gemaakt heb, dat is de eerste, daar zet ik mijn steekmarkeer erin. Zo. En nu ga ik iedere steek 2 vaste geven. Dus deze heeft er al 1. Ik ben net mee begonnen. En daar moet er dan 1 bij. Dat is dan 2. De volgende steek. Eén. En nog 1 erbij. 2. En ook hierbij geldt een foutje. Maakt niet uit. 1. En 2. En zo helemaal rond. Gebruik je vinger weer tussen eventuele vulling. En je haakwerk. En haak in iedere steek 2 vaste. 1. En 2. Nou, ik hoef nog maar een klein stukje, dus dat doen we dan gewoon even samen. Hier nog. 1. En 2. En even goed kijken. Nog 2 steekjes. Zie je dat? Hier zit mijn steekmarkeerder en ik heb er hier nu nog 2. Dus nog 2 keer 2 vaste. 1 en 2 voor de eerste keer. En 2 in de laatste steek. 1 en 2. En als het goed is, heb je dus nu een even aantal steken.
Hoeveel het er ook zijn, het is een even aantal. Zijn we toch weer een beetje gelijk. Steekmarkeer de draad. En dan gaan we nog een keer doen. 2 steken in iedere vaste. Dit is de eerste. Daar gaat mijn steekmarkeer erin. En de tweede, die komt erbij. Dus iedere steek 2 vaste, net als wat we net gedaan hebben. 1 en 2. Volgende steek. 1 en 2. Nou, ga zo rond tot je weer bij je steekmarkeerder bent. Nou, alle steken zijn verdubbeld. 2 steken in 1 steek gedaan. En dan ga ik nu 2 ronden met gewoon 1 vaste in 1 vaste doen. 2 rondes. Dan krijgt hij een beetje ruimte. Dit is de eerste. En dan iedere steek 1. En dat 2 ronden lang. Iedere steek eentje. Niet meer meerdere. Zeker niet minderen. En mocht je per ongeluk een keer 2 steken in 1 steek doen. Ja. Nou. Ga zo rond. 2 rondes. En dan kom ik bij je terug. Nou, 2 rondes later ga ik nog 1 keer meerdere. En nu niet iedere steek 2 steken erin, maar om de andere steek. Dus 1 keer een gewone vaste. Daar mijn steekmarkeer erin terug, want dat is de eerste van de ronde. En dan in de volgende doe ik er weer 2. 1 en 2. Dan weer 1. Gewoon. En in de volgende doe ik er weer 2. 1 en 2. Nou, dit doe je helemaal rond. 1 gewoon. En dan 2 in de volgende. Dat is de meerdering. Doe dit helemaal rond tot je bij je steekmarkeerder bent. Nou, ik heb die ronde gedaan en als je hem nu zo plat neerlegt op je lijfje, zie je dat? Hij ligt bij mij behoorlijk plat. Hij is een beetje gerimpeld, beetje, maar niet echt. Kijk, en nu gaan we het hoofdje hoogte geven. Net als wat we hier bij het lijfje gedaan hebben, een aantal rondes zonder meerderingen. Alleen nu weet ik niet precies hoeveel ronden ik ga doen. Wil ik een heel groot hoofd? Heel groot, nou dan doe ik meer rondes zonder meerderingen. En wil ik juist een heel klein hoofd, dan doe ik er minder. Ik weet het nog niet. Ik zal ze voor je tellen. Ik ga nu haken zonder meerdere, zonder mindere. Gewoon rondjes. Ik blijf wel steeds mijn steekmarkeerder terugzetten, zodat ik weet waar de ronde begint. Dus in iedere eerste steek van de ronde, daar zet ik mijn markering terug. Zo. En dan ga ik iedere steek 1 vaste geven, totdat ik vind dat het hoofdje goed is. Dat die hoog genoeg is. En dan kunnen we het gaan dichtmaken, net als wat we bij het lijf gedaan hebben. Dat doen we dan bij het hoofdje. Maar misschien wel op een heel andere manier, dat weet ik nog niet. Misschien. Ik echt, het doe maar wat idee, weet je wel. Dat komt tijdens het haken. Ik ga nu in ieder geval het hoofdje hoogte geven. Doordat je niet meer meerdert, ontstaat er weer een kokertje. Dat heeft tijd nodig, omdat je hier heel veel steken hebt. Dus
dat duurt even voordat hij omhoog gaat staan. Dat is niet gelijk na de eerste ronde en waarschijnlijk ook niet gelijk na de tweede ronde. Maar daar kom je dan vanzelf al achter. Gewoon maar doen, altijd goed. Dus haakrondes. Ik zal ze tellen hoeveel ik het doe. Dit is mijn eerste. En als ik vind dat het hoofdje hoog genoeg is, dan kom ik terug voor de rest van het hoofdje. In totaal heb ik 7 ronden van vaste gedaan zonder ze te meerderen. Dus hij is mooi omhoog gaan staan als een kokertje. Nou, gaan we nu wat anders doen, want die rondjes met vaste, gewoon zo recht toe, recht aan, dat ben ik beu. Ik ga dit verbinden en dan 2 aparte kantjes verder haken. En dan kun je heel precies het midden op gaan zoeken, dat je de tegenoverliggende steken precies verbindt. Maar je kunt ook zeggen van nou, ik wil gewoon 1 oor, punt, geval, dinges groter als de andere. En dan kies je bewust uit het midden dat je echt een heel verschil krijgt. Hier een kleintje en daar een grote. Of hier een grote en daar een kleintje. Of dat ze een beetje op elkaar lijken. Het kan allemaal. Nou, ik vind het leuk om met de grote te beginnen, dus ik steek hem zo in dat hij net uit het midden zit. En dan, laatste vaste gedaan. Hier zit de eerste van de nieuwe ronde, daar heb ik nu niks meer mee te maken. Ik steek hem hier ergens in. Is dat een groot verschil? Ja, dat is een behoorlijk verschil. Vind ik leuk, dat ga ik doen. Dus, ik hou mijn lussen door. En door de lus op mijn haaknaald. En strak trekken. En dan ga ik nu weer vaste haken. Ik doe geen losse. Nee, geen losse om het draad omhoog te brengen. Kijk, het is doe maar wat. Hè? Baby, doe maar wat. Dus doe maar wat. Ik ga eerst een paar ronden haken. Zodat de punt staat. En daarna ga ik minderen dat het ook echt een punt gaat worden. Dus in de eerstvolgende steek begin ik met een vaste. En dat doe ik helemaal rondom totdat ik bij de plek kom waar die gesloten is. Dus ik ga door met dezelfde kleur en ik haak gewoon weer vaste. Maar nu als oor of ja, weet ik veel wat ik ermee ga doen. Ik heb er gewoon zin in, dit vind ik leuk. Misschien ga ik er wel een oog op maken dat de plek van zijn ogen worden. Dat is ook een leuk idee. Ik denk dat ik dat doe. Ja, wat een leuk idee. Nou, kijk, ik haak dus gewoon vaste totdat ik hier ben. Zie ik je daar weer terug waar die ronde met elkaar verbonden is, op die plek. Nou, die laatste vaste. Die heeft bij mij een vaste gekregen en dan heb ik een steekmarkeerder nodig, dus ik haal die eruit die ik al had en die leg ik alvast even klaar. Dan wil ik nog 1 vaste maken daar waar de steek verbonden is, waar het oor, de oogplek, de punt waar die verbonden is. Dus daar moet ik even goed zoeken dat ik onder 2 lussen doorga en een vaste maken. En dan is dat de laatste van de ronde. Dan is hij mooi verbonden zo. Hier is hij gesloten. Ga ik weer een paar rondes met gewoon vaste doen. Niet te veel. Ik denk nog 2. Dus dit is de eerste steek van de ronde. En dit gedeelte sla je gewoon helemaal over. Dat doen we straks. Dus 2 ronden met gewoon vaste op vaste. En dan kom ik bij je terug. Of jij bij mij. Mag ook. Gezellig. Kopje koffie en zo. Koekje. Maar goed. 2 ronden. Neem je steekmarkeerder mee. Steeds met de eerste steek van de nieuwe ronde. En dan gaan we de punt haken. Oké. De punt. Ik heb met 2 ronden gedaan. En we gaan nu de eerste 2 steken samenhaken en de laatste 2 steken samenhaken in vaste. Dus volgende steek lus ophalen en de steken na een lus ophalen
en door alle lussen op je haaknaald gaan. En dan zet je daar je steekmarkeer erin, want dat is je nieuwe eerste steek van de ronde. En dan haak je helemaal door, gewoon één vaste in één vaste, tot je bij die laatste twee aankomt. Die gaan we dan ook weer samen haken. Dus nu gewoon één vaste in één vaste. Totdat je twee steken hier voor je steekmarkeerder bent. Die twee zie ik je hier terug. Oké, de laatste twee steken. Die haken we weer samen. Twee steken voor je steekmarkeerder. Deze. En de volgende. En dan in één keer eronder door. Heb je de ronde klaar. En dat gaan we weer doen. Net zolang totdat ik denk van, nou, hij is nu hoog genoeg. De eerste twee steken samenhaken en de laatste twee samenhaken. En als ik denk hij is hoog genoeg, dan ga ik ze in één keer allemaal samenhaken. Of misschien zit er wel zo'n mooie punt. Ik weet het nog niet. Ik ga gewoon wat zitten prutsen. Dus weer vaste tot twee steken voor je steekmarkeerder. En die twee haak ik dan ook weer samen. Want het ligt er ook aan hoe groot is jouw begincirkel geweest, hè? Jouw opening, net als hier. Hoeveel steken heb je daar? Zo vaak kun je dit doen. Misschien denk je van, nou, ik word wel heel erg klein. Ik doe één ronde zonder die minderingen. Dat mag ook. Doe maar wat, weet je wel. Maar ik heb hier behoorlijk wat steken, dus ik kan gewoon in iedere ronde de eerste twee steken samenhaken en de laatste twee steken samenhaken. Ik heb steken genoeg aan deze punt. Ja, ik ben er bijna alweer. Gaat zo snel. En het gaat natuurlijk steeds sneller, want je krijgt minder steken. Omdat je ze samenhaakt. Ha, logica van. Maar goed. Ik zei ook, ik ben er bijna, dus dan doen we dit weer samen. Zo. Net zo gezellig, toch? Ik begin wel dorst te krijgen, dus kopje koffie, kopje thee. Dat is wel welkom. Kijk, dit is de laatste voor. Twee steken voor mijn steekmarkeerder. En die twee haak ik dan weer samen. Zo, 1 en 2. Hopla. Dan krijg je dit al. Ik ga dat nog een ronde doen. Weet je wat? Ik heb dit nu 2 keer gedaan, hè? Als ik dit nu gewoon blijf doen en kijk hoe jij het wil doen. Ik zei al, misschien heb je daar een kleinere opening, zoals ik hier. Of misschien had je ook een grote opening. Jouw stekenaantal zal waarschijnlijk niet hetzelfde aantal zijn als wat ik heb. Want ik heb ze niet eens geteld. Ik heb gewoon maar wat gedaan. Dus ik weet niet hoeveel steken ik heb. Maar ik blijf dit doen totdat ik, totdat er een punt is. Ik wil echt in dit oor, oogplekje. Oh ja, er kwam een oog op, hè? Zijn oogoor. Ja, dat is een leuke naam, zijn oogoor. Ik blijf dit doen totdat er echt nog maar een piepklein gaatje is. Dus dan zie ik je terug. Elke ronde de eerste 2 steken samenhaken en de laatste 2 steken. Dit blijf ik doen, totdat ik het niet meer kan doen. En dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb nog een heel klein gaatje over. En ik wil je laten zien hoe of dat je dan met zo'n piepklein gaatje toch nog steken kunt samenhaken. Ik haal mijn merkje weer uit voor de eerste 2 steken die samengehaakt moeten worden. Ik leg mijn haakwerk een beetje plat. Met de kant waar ik haak, dus de steken waar ik in moet steken, een beetje boven die steken van de andere kant van het cirkeltje. Zodat ik in die steek kan insteken zonder die andere steek mee te nemen die er achter ligt. En dan haal ik een lus op en dat
draai ik hem een klein stukje. En ik maak weer een plat kantje. En ik haal een lus op in de volgende. En die kan ik dan samenhaken. Daar moet dan mijn stikmarkeerder weer in terug. Zo. En dan ga ik weer gewoon vast haken. Dus een beetje plat leggen je haakwerk. En de steek waar je in moet steken, je vinger erachter, dat je niet in de steek die erachter zit van de andere kant van de cirkel. Daar. Dat je daar dan niet in steekt. Dan gebruik je je vinger als hulpmiddel. En zo kun je toch nog een piepklein cirkeltje haken zo. Klein beetje opschuiven. En weer een steek gelukt. En dan moet ik even kijken. Dit is de laatste, dit de ene laatste en er zitten er nog twee voor. Dus ik kan nog twee gewone vaste haken. Eén. En de tweede. En dan die laatste twee, die haak ik ook weer samen. En ja, dat is niet makkelijk. Vinger erachter en langs mijn vinger en nog een keer mijn vinger zo tussen, tegen mijn vinger aandrukken zo en de lus ophalen en dan nog een keer samen haken en dan heb ik hier nu nog een piepklein gaatje, zie je dat? En ik ga toch proberen of ik nog een keer twee steken kan samen haken. En dan stop ik gewoon met de ronde. Kijk, zo. Deze twee, dat zijn dan weer de eerste twee van de volgende ronde. Maar dat maakt dan niet zoveel meer uit. Die twee haak ik nog samen. Zo. Kijk. Nou, hier kan ik niks meer mee. Als jij nog kunt samenhaken, gewoon doen. Mij gaat dat niet lukken. Dus ik knip mijn draad af met een staart. Die haal ik nog. Nee, weet je wat? Ik maak nog een halve vaste. Halve vaste moet lukken om de ronde te sluiten. Gewoon in de volgende steek. Een halve vaste door de lus op mijn haaknaald zo. En ik haal hem nog één keer door. En dit gaatje ga ik dan dicht naaien met mijn staartje. Dus ik ga een naald pakken en dan naai ik dit gaatje dicht. Nou, eens kijken of dat gaat lukken met camera. Ik weef mijn draadje steeds door de voorste lus van de volgende steek die ik tegenkom. Zo, ik heb een naald met een botte punt. Dat hij er mooi onderdoor kan glijden. En dan hier de laatste. En dan aantrekken. En dan zit hij dicht. Zie je dat? Nog één keer zo erdoor. En dan naar beneden, naar binnen. En dan vang ik hier mijn naald op. Hoop ik. Ja, heb eens. Ja. Naald eraf en draadje naar binnen. En dan gaan we deze punt vastvullen, want straks kun je daar echt niet meer bij. Dus die ga ik vastvullen. Weer de fiberfil uit mijn oude kussen. En ik prop het naar boven. En als je nou niet van die lange dunne vingers hebt, gebruik dan bijvoorbeeld de achterkant van je haaknaald om het in de punt te stoppen. Wees creatief daarin.
Ja, ik heb best wel dunne vingers, dus bij mij lukt het wel. Allemaal in de punt. En dan ga ik net zo lang door tot ook het gezichtje gevuld is. Die onderkant hier, die ga ik ook vullen. Dus als dat gedaan is, dan kom ik bij je terug en dan gaan we deze kant maken. Kijk, ik vind dat die punt mooi vorm heeft gekregen zo. Ik kan hem altijd nog een beetje bijwerken. En hier in het gezichtje heb ik ook alvast vulling gedaan. Niet te veel, want ik moet hier nog op die rand kunnen haken natuurlijk. En dan kan ik mijn vinger er weer voor leggen. En dan zit in ieder geval vast het groot gedeelte van het gezichtje gevuld. En dan hoeven we straks alleen nog maar deze punten doen die we gaan maken. Nou, ik heb alvast weer de lus op mijn haaknaald. En ik maak hem hier ergens vast. Even goed kijken. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb wel een behoorlijk staartje gelaten. Kijk, een behoorlijk staartje. Zodat als ik hier eventueel een klein gaatje hou, dat ik die met dit staartje dicht kan naaien. Want ik wil niet dat de vulling eruit komt. Nou, ik steek gewoon hier ergens in en ik maak een vaste. Dus, lus op je haaknaald. Insteken, draad ophalen, dan heb je twee lussen op je haaknaald. Je slaat om en je maakt je vaste af. Dan heb je een staande vaste. En dat staartje die gebruik je dan straks voor het wegnaaien. En dan iedere steek die je tegenkomt, geef je een vaste. Duw de vulling weg. Hou weer je vinger als barrière tussen je haakwerk en de vulling. Dat je die niet meehaakt. Want echt, dat krijg je niet meer goed. Dat is zo zonde. En als je hem aan een klein kindje zou geven, wil je niet dat die per ongeluk een plukje vulling inslikt en kan stikken en zo. Dat is in ieder geval niet mijn bedoeling. En ik neem aan die van jou ook niet. Daarom even die uitleg erbij. Vulling opzij, vinger erachter en een vaste haken. Nou, doe dit rond, dan zie ik je hier weer terug. Ja, kijk, ik heb hier die ronde gehaakt en ik heb hier nog die laatste vaste gedaan. En dan moet ik nu weer hier oversteken naar het begin van de ronde, hè, die staande vaste. Dus ik zoek gewoon een gaatje, ik steek mijn vinger weer voor de vulling. En daar maak ik dan een vaste in. En haak strak, hè. Het is amigurumi, zo heet dat geloof ik. Nou, en dan hier tussenin nog eentje erbij. Zodat het gaatje wat er eventueel zit, zo klein mogelijk is. Ja, nog een vaste. En even kijken. Nou, hier kan er ook nog wel één in. In dit gat. Draad ophalen. En het is een gepriegel hoor. Maar goed, dat zei ik net ook al, hè? Ja. Nou, dan ben ik hier bij die eerste vaste, waar dat staartje uitkomt. Dan heb ik de ronde rond. Dat wordt de eerste steek van mijn ronde. Dus ik steek hierin en ik maak een gewone vaste. Niet over het staartje heen haken. Dit staartje laat je aan de buitenkant hangen. Dan kun je, als het eventueel hier toch een gat ontstaat, kun je hem daarmee weer dichtnaaien. Eerste steek, dus de steek markeer het eraan. En dan haak ik twee ronden, was mijn camera. Twee ronden met gewone vaste. Dus één steek in één steek. En dan ga ik daarna weer minderen. Dus twee ronden, niet je vulling meehaken. Zit ik dat de hele tijd te vertellen en dan doe ik het zelf. Dat is ook niet handig. Zo. Twee rondes. Dus één keer rond, twee keer rond en dan zie ik je weer.
Dus ja, twee rondes gedaan. De laatste vaste voor mijn merksteekje. En nu gaan we op dezelfde manier minderen als we bij deze punt hebben gedaan. Alleen nu om de andere rij ronden. Dus de eerste twee steken samenhaken. De laatste twee steken samenhaken. En dan een ronde met gewoon vaste. Iedere steek één. Dus dit zijn de eerste twee samengehaakt. En dan haak ik mijn rondje weer tot ik bij de laatste twee kom. Dus één vaste in één steek tot ik bij de laatste twee steken ben. Zie ik je daar weer terug. Nou kijk, hier nog twee steken over, hè? Hier 1 en 2, dus ik doe er nog één gewoon zonder minderen. En dan die laatste twee, die ga ik weer samen haken. 1 lus, tweede lus en in één keer eronder door. En dan nu 1 ronde zonder minderingen. En dat is de herhaling, totdat de punt weer zo smal is dat je geen steken meer kunt minderen, net als bij de andere. Dus de eerste steek, steekmarkeerde erin. En dan helemaal rond, 1 vaste in 1 vaste. En de volgende ronde, dan minder je weer de eerste twee steken en de laatste twee steken. En dan weer een ronde waarin je niet mindert, enzovoort, enzovoort. Dat doe ik. Als jij het anders wilt doen, het is jou, doe maar wat baby, hè. Maak er wat leuks mee, ga met kleuren spelen, kan ook. Dat je de punten allemaal een andere kleur geeft. Alles mag, doe maar wat. Ze heten niet voor niks, de familie, doe maar wat. Ja, Krako, ga jij ook doen maar wat? Ze moet dat nou? Is wel gezellig, hè? Ja. En ik geloof dat de buurman weer aan het klussen is. Dus al die herrie. Wordt verdorie. Maar ja. Kijk. Bijna daar. Nog een paar. Dit is dan de ronde waarin ik niet minder. En dan de volgende ronde doe ik dat weer wel. Maar waar je wel erg in moet houden, als dat gaatje te klein wordt, dan krijg je er geen vulling meer in. In ieder geval niet makkelijk. Dus als je weer een kokertje hebt dat je denkt van, hé, er past weer wat vulling in, doe er dan wat vulling in. Want op het laatst wordt dat echt heel erg lastig. Kijk, als ik dat nu dan ga doen, hè, hier, klein beetje vulling erin. Zo. Niet te veel, dat je niet de hele tijd in die vulling zit te haken, dat je daar lastig over moet doen. Maar gewoon een klein beetje, iedere keer als je weer een paar ronden gedaan hebt, doe er wat vulling in, totdat het niet meer lukt. Dus, nu weer een ronde met wel minderen. De eerste twee samen haken. Zo, steekmarkeerde erin terug. En in deze ronde ook de laatste twee samen haken. En dan in de volgende ronde niet samenhaken. Dus gewoon één vaste in één vaste. Nou, als je dat dan doet en ondertussen in de gaten houden dat je je vulling steeds wat bijvult. Oh, dat klinkt wel grappig. Je vulling bijvullen. Maar goed, als je dat dan om de paar rondes doet, gewoon weer een beetje vulling erin, een beetje verdelen in de punt en zo. Dan zie ik je terug als de punt helemaal klaar is. Want dat doe je op hetzelfde manier als dat ik deze punt voor gedaan heb. Dus zoveel mogelijk samenhaken en dan op het laatst draadje erdoor weven, aantrekken, draadje naar midden, naar binnen steken. En dan is het lijf en het hoofd klaar. Nou, zo is hij bij mij geworden. Ik heb deze dunnere punt heb ik gewoon precies hetzelfde afgemaakt als ik deze gedaan heb. Ook hier die draadjes ingeweven en naar binnen gestoken en toen gewoon afgeknipt. Maar als je hem nu zo ziet, dan denk ik eigenlijk is dit veel leuker als dit de beentjes worden zo. Ik kan er alle kanten mee op. Ik vind hem wel leuk als dit de beentjes worden. Dus dan moeten de oren eraan. Maar nog even over dit staartje voor ik het vergeet. Kijk, bij mij zit er hier tussenin helemaal geen gaatje.
Dat heb ik door de vaste zo in te steken, de vaste te maken, blijkt dus dat daar geen gat zit. Maar dat draadje had ik wel bewaard, dus die naai ik straks weg. Die heb ik niet nodig om hier dit stukje dicht te naaien. Gelukkig. Maar anders, het draadje zit er, dan kun je hier nog even dat gaatje dicht naaien. Nou, de oren. Ik heb nog van dit groen over, van deze appelgroen. Dus daar ga ik oor mee maken. Misschien heb jij nog andere restjes liggen. Kijk maar hoe jij het gaat doen, met welke kleur er zo. Maar ik begin met een lus op mijn haaknaald en een staart om weg te naaien straks. Lus op mijn haaknaald. En als dit dan het hoofd is, dan hebben we hier, hoera, dat richeltje erop zitten. En daarop gaan we de oortjes maken. Dat richeltje, daar gaan we in haken. En dan een klein stukje hier aan de zijkant. Hoeveel steken jij gaat doen, mag je zelf weten. Dat is het doe maar wat gedeelte. Maar begin wel met een staande vaste. Kies een lusje van dat richeltje. Daar steek je je haaknaald door. Als dat wil en anders dan moet dat. Beetje samenknijpen zo, zie je, dan lukt het. Lus op mijn haaknaald. Ik sla om, ik haal de lus op. En dan sla ik om en ik ga onder twee lussen door. En dat is een staande vaste. En nu ga ik in dat richeltje een paar vaste haken. Dit is de tweede dan, hè. De derde. Wil jij brede oren? Wil jij smalle oren? De vierde. Nou, weet je, ik doe er vijf. Vijf vaste. Zo, vijf. En dan, ik draai mijn werk zonder losse te maken. En dan steek ik, wacht even, ik draai even de andere kant op, dat mijn lusje achter mijn haaknaald zit. Mijn draad zit achter mijn haaknaald. En dan ga ik gelijk in de eerste vaste die je nu ziet. Eerste, voorste lus. Daar ga ik inhaken en ik maak een vaste. Dus trek even voor het gemak mijn lus die op mijn haaknaald zit iets hoger, zodat ik makkelijker in die eerste lus in kan steken. Zo, de voorste lus ervan. En dan maak ik een vaste. Dus ik haal een lus op en ik doe een vaste. En dan zit ik hier even om me heen te kijken. Zie ik hier nou nog een steekpapier liggen? Nee. Dus ik leg jullie even weg. Tenminste, ik zet mijn camera uit. Ik pak even mijn steekmarkeerder weer, want die zet ik dan in mijn eerste. Gewoon, of nou, trouwens, nee, dat is helemaal niet nodig, joh. Wel, nee. We doen toch maar wat, hè? Dus in de tweede, de voorste lus, je vast te maken. Dan heb je er twee. En ik had er vijf, hè, dus ik moet vijf vaste zo maken. Het is twee. Dit is drie. Hier de voorste lus. Dit is vier. En de laatste, dat is dan vijf. De voorste lus. Zo kan het ook. Vijf. En dan draai ik mijn werk. En dan ga ik in die vijf achterste lussen, die nu voorste lussen zijn, ga ik vijf vaste haken. Dus in de eerste. En ja, dit is een gepriegel. In de eerste. Ik zet mijn haak even onder dat lusje en ik draai hem er zo in. En ik maak een vaste. En dan de volgende. En als je er een overslaat of hij lukt niet of wat dan ook,
helemaal niet erg. Echt niet. Bij baby doe maar wat. Doe je maar wat. Ik zit nu ook maar wat te doen. Dan is dit de derde. Hier is de vierde. En de vijfde, die is een beetje lastig te vinden. Beetje open trekken zo. Dan zie ik hier, zie ik het lusje van de vijfde. En daar frommel ik mijn haaknaald ook in. Zo. Vijf. En nu ga ik gewoon in doorlopende rondes verder. Ik draai mijn werk weer. En als je nu goed kijkt, heb je hier zo een ringetje van vaste bovenop. Omdat je rond hebt gehaakt aan de voorkant van de vaste. En je bent doorgegaan aan de achterkant van die vaste. En zo ontstaat er dus een zakje idee. En nu ga ik in iedere vaste onder twee lussen door een paar ronden vaste haken. En in het begin, ja, wat ik net zei, niet makkelijk, maar gewoon doen. In de eerste wil ik hem hier. Kom. Ja, hebbes. Aha. En nu gewoon onder twee lusjes door. Doorhaken totdat jij vindt dat het oortje lang genoeg is. Hij zal lekker gaan hangen. Misschien heb je hem zelfs een beetje scheef op het hoofdje gedaan, dat hij niet precies in het midden aan de zijkant zit. Hartstikke leuk. Kan allemaal. Zie je, nu gaat het al een stukje makkelijker. Het is gewoon lastig dat die poten onderin gevuld zijn. En zo haak je een paar ronden vaste op vaste. Eén steek. Misschien wil je er een streeppatroon in doen, dat je een paar ronden met de ene kleur doet en dan met een andere kleur verder gaat. Kan allemaal, wat jij leuk vindt. Zie je? Het gaat steeds makkelijker, omdat je wat ruimte krijgt. Er ontstaat een kokertje, een zakje. En die gaat lekker hangen. En hoe breder jij, of hoe meer vaste jij hier onderin hebt gedaan, hoe groter het oor wordt natuurlijk, hè? Hoe breder die wordt. Ik vind dit wel grappig zo. Ik ga het een stukje doen. En als die lang genoeg is, dan kom ik bij je terug. Kijk, ik vind hem zo lang genoeg. Ik ga er bij dit oor geen vulling in stoppen. Hij is zo smal en een kinderhandje kan hem zo lekker zo vasthouden en lekker mee duimen zo en zo, weet je wel. Dus ik ga hier geen vulling in stoppen. Andere oor weet ik nog niet. Maar eerst deze even afmaken. Ik vind hem lang genoeg, dus ik ga elke twee steken samen haken. Elke twee. Totdat het niet meer lukt. Dus twee vaste samen haken. Deze. De volgende. Beetje draaien zo. Deze. En de volgende. Totdat ze zo dicht op elkaar zitten dat ik het niet meer voor elkaar krijg. Deze. En deze. Even kijken hoor. Wat de raad. Hier lukt het ook nog wel. Dus hoe breed jouw oor ook is, hoeveel steken je ook hebt, gewoon twee aan twee samen haken totdat je denkt van nou, nu lukt het echt niet meer, krijg het er niet meer door. Hier kan ik nog een lus ophalen. Nou, en hier ook nog. Nou ja, nee.
Nee, dat wordt hem niet meer. Deze lus, ik haal hem nog... Nee, wacht. Hé, Von? Kalm. Zo. Afknippen. Die draad. Die lus die ik net gepakt heb, die haal ik er doorheen als zijnde een halve vaste. En dan haal ik nog één keer mijn lus door. En klaar. Zie je, dan heb ik hier een heel klein gaatje. En dat los ik dan weer hetzelfde als op als met het pootje. Door die steken weven. Zo, door de voorste lus. En het makkelijkst gaat dat met een naald met een botte punt. Zo. Nou, hier nog eentje. En dan trek je hem aan. En dan zit hij dicht. Nog één keer zo. Door. En ik steek hem naar beneden. Hopla. Afknippen. Even naar binnen vrummelen. En klaar. En dan beginstaartje ook natuurlijk, hè? Netjes wegnaaien. Even er doorheen zo. En dan naar binnen. Gewoon zomaar ergens uitkomen in het oortje. Afknippen. En naar binnen wermen. Zo, een beetje trekken. En dan heb ik één oortje af. Ik vind hem echt heel grappig. Ik ga nog een oor doen. En ik denk dat ik die breder doe. Zo, en misschien dat ik die dan wel ga vullen. Maar ik doe hem eigenlijk op dezelfde manier als deze. Langs de richel neem ik mijn vaste op. En ik begin met in de voorste lus haken. Werk omdraaien en dan in die achterste lus haken, die je dan als voorste lus ziet. En dan rondjes weer haken. En dan kijk ik hoe groot die is en of dat ik er wel vulling in wil doen. En noem maar op. Gewoon hetzelfde als deze, alleen dan, ja, doe maar wat. Weet je wel? Ik zie je terug als het andere oor er ook aan zit. Kijk, dit is hem. Baby, doe maar wat. Eén oor is heel groot geworden, andere oor heel klein. Ik heb met een restje blauw zo twee slaapoogjes erop geborduurd. En met roze zo een kruisje voor het mondje. Ik vind hem heel schattig. Maar ik vind er ontbreekt nog iets. Hier om de hals is het een beetje een kale bedoening. Je kunt er een sjaaltje haken, een slabbetje of wat dan ook. Maar van dat roze heb ik nog een restje over. En ik ga een bloemetje haken. En dan met, dat ik hem hier vastnaai. Dat hij dan hier, ja, een beetje de boel breekt, zeg maar. Ja, niet baby doe maar wat breekt, maar ja, ik vind het hier te kaal. Dus ik doe hier nog een bloemetje. Nou, hetzelfde... Hobby rainbow garen, alleen dan in het roze. Wat ik hier ook met blauw heb gedaan, dat is ook die rainbow. Zelfde haaknaald, 3,5 lusje op mijn haaknaald en ik haak 4 losse. 1, 2, 3 en 4 en ik sluit met een halve vaste in de eerste. Zo. Dan doe ik. 3 lossen. 1, 2 en 3. Omslaan en dan in het cirkeltje over het staartje heen hakend. 2 stokjes samen haken. Dus 1 keer onder 2 lussen door en dan stoppen. Weer een stokje maken, maar niet afmaken. Dus
één keer onder de eerste twee lussen door. Dan heb je de 3 op je haaknaald, omslaan en in één keer de ronde door. Dan weer 3 lossen. 1, 2, 3. Dit een beetje opschuiven zo. En dan in het cirkeltje een halve vaste. Dus lus ophalen en door de lus op je haaknaald. En dan weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan schuif ik die halve vaste een stukje op naar het bloemblaadje toe. Zo. Zodat het één geheel is. 1 bloemblaadje. Haak je weer 2 stokjes samen. Dus stokje maken, maar niet afmaken. Onder 2 lussen door. En nog een keer. Stokje in het cirkeltje maken, maar niet afmaken. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Omslaan en in één keer eronder door. Dan weer 3 lossen. 1, 2 en 3. Een beetje de blaadjes opschuiven zo, dat het netjes dicht tegen elkaar aan zit. En een halve vaste in je cirkel. Heb je er 2. 1, 2, 3 lossen. Opschuiven. En weer 2 stokjes samenhaken. Dit is 1. En dit is 2. In één keer eronder door. 3 lossen. 1, 2 en 3. Beetje opschuiven allemaal. En een halve vaste in de cirkel. En dan weer 3 lossen. 1, 2 en 3. Deze ook weer opschuiven. Zo dat je mooi ruimte hebt. En weer 2 stokjes samenhaken. 1. En dit is de tweede. En in één keer eronder door. En 3 lossen. 1, 2 en 3. Opschuiven. En halve vaste. En dan nog 1 zo'n bloemblaadje. Dus 3 lossen. 1, 2 en 3. Deze opschuiven, dat je plek hebt om nog een paar stokjes samen te haken. Dus 1 en 2. In één keer eronder door. En nog één keer 3 lossen. En nog één keer een halve vaste in je cirkeltje. En dan heb je een heel schattig klein bloemetje. En die wil ik dan hier op het buikje naaien zo. Dan is het net iets anders als gewoon zomaar kaal. Dus, ik knip een behoorlijke snijd af. Zodat ik hem goed vast kan naaien. En ik haal hem nog één keer door. Zo, aantrekken. Met het andere staartje kun je het gaatje een beetje dichtmaken. En dan vastnaaien. Nou, als je nou deze methode van vastnaaien met het beginnen en het eindigen van de draad ook gebruikt voor het borduren, dan weet je ook gelijk hoe dat moet. Want eigenlijk is het heel simpel. Naald met een botte punt. Daar begin je mee. 1 staartje laat ik hangen en ik bepaal de plaats. Als je nou gaat borduren, dan steek je aan de zijkant in, aan de achterkant, zo. En dan kijk je dat je echt in de opening van een steek aanhecht. Nou ja, gewoon doorsteekt, zo. En dan kun je je draad gewoon borduren. En als je klaar bent, dan steek je terug dat hij door hetzelfde gaatje weer naar buiten komt. Knoopje in je draadje en klaar. Nou, ik wil deze hier hebben, dus ik begin gelijk met borduren. 1 keer.
tussenin. Draadje opschuiven. Twee keer. Dan ga ik die kant op. Over de bloemleiding. Kijk, naaien met die vonden, het is niet echt borduren en zo. Naaien, dat is niet mijn ding, hè? Maar ik doe het zo goed mogelijk voor. Dan gaan we hier weer naar achteren. Dan kom ik hier weer tevoorschijn. Zo. En je kunt natuurlijk dat ook met een andere kleur doen. Dat je een leuk streepjes effect krijgt. Kijk, hij zit bijna helemaal vast. Nog één kant. Hier. En die steek ik hier naar achteren. En dan is dat wat ik bedoelde met je draad uit laten komen. Kijk. Dan zoek ik hier een gaatje precies tussen twee steken in. Een opening. Geen gespleten draadje of zo, echt ertussenin. Zo, en die laat ik even hangen. En dan neem ik dat andere staartje. Zo, ook op mijn hand. Even kijken wat er gebeurt als ik hem er een paar keer zo omheen draai. Wat gebeurt er dan? Niks goeds, geloof ik. Deze moest zelfs hierheen. Kijk. Deze moet daar. En dan heb je hier een lus. Maar, tadaa, aantrekken. Zie je dat? Nou, dit kan wel eigenlijk. Hè? Dan staan ze een beetje omhoog. Is wel leuk. Aantrekken, dat het goed stevig zit. En ook naar achteren steken. En dan kom je ook weer uit in datzelfde gaatje. Ik hoop dat het allemaal een beetje te zien is wat ik doe. Hè? En anders frummel zo goed mogelijk. Kijk, ik probeer in hetzelfde gaatje uit te komen als waar mijn eerste staartje uitkwam. Zo. En aantrekken. En tot nu toe zit niks nog zo bevestigd dat het niet losgehaald kan worden. En ik vind hem leuk zo. Lekker wiebelkopje. Toch een bloemetje hier. Ja, doe ik. Nou kijk, nou heb je dus hier die twee staartjes, die twee draadeindjes. Daar leg je een knoopje in. Eén. Zo, een beetje aantrekken, niet te veel. Beetje. En nog één. Zo, twee knoopjes. Dan knip je hem kort af. Kort. Ook weer niet te dat het knoopje losschiet, maar behoorlijk kort. Zo. Ja, zo. Ja, en dan neem je of je naald. Waar is mijn naald? Ben ik mijn naald weer kwijt? Van. Oh, hier ligt die. Kijk. Neem je je naald. En je prutst die knoop terug in je haakwerk. Zo. Niet meer te zien. En zo heb ik ook die draden van het borduren afgewerkt. Twee knoopjes erin, kort afknippen en terugstoppen. In hetzelfde gaatje. En dan heb je dus. Baby, doe maar wat. Ik vind dat het tijd wordt om mama erbij te halen, want ja. Ze is net bevallen, hè? Momentje, hoor. Kijk. Mama is helemaal blij, zie je dat? Mama, doe maar wat. Met baby, doe maar wat. Ik hoop dat jullie er ook iets heel leuks en liefs van kunnen maken. En ja, graag bij een volgende tutorial zie ik je weer terug. Heel veel haakplezier allemaal.